Woensdagavond heeft een overval plaatsgevonden op een supermarkt aan de Schoolstraat in Voorschoten. Een nog onbekende man drong rond 9 uur de winkel binnen en eiste geld. De dader vertrok in nog onbekende richting. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse. De omgeving werd ruim afgezet. Er heeft later die avond een onderzoek plaatsgevonden in de omgeving van de winkel. Over een eventuele buit is nog niks bekend.